Ja, ik vind het wel leuk. Het is altijd leuk om met de groep weg te gaan. Het is ook goed voor de teamsfeer natuurlijk. Ja, de resultaten waren wat minder in het eerste seizoen zelf. En ja, ik denk dat dit wel goed is om verder op te bouwen. En ja, die tweede seizoen zelf goed te beginnen. En groeien dichter naar elkaar toe hier in Spanje? Ja, tuurlijk. Iedereen is allemaal vrienden onder elkaar natuurlijk. En ik denk dat dat alleen maar ten goede van de ploeg kan komen. Spannende tweede seizoen zelf gaan jullie tegemoet. Hè? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat we wel positief kunnen zijn over die tweede seizoen zelf. We zijn goed geëindigd, denk ik, de eerste seizoen zelf. En ja, we kunnen alleen maar verder werken aan de volgende. Ja, Smit! Fantastische omstandigheden. Hè? Dit is een trainingskamp voor jullie ook nu onderaan staat. Belangrijk, ook in mentaal opzicht misschien wel. Ja, kijk, het is toch... zeker in het begin van het seizoen hebben we een aantal nieuwe jongens gekregen zonder daar een voorbereiding mee te hebben gehad. Dus het is goed dat je toch op zo'n manier opnieuw een nieuwe voorbereiding hebt op het tweede helft van het seizoen. Ja, je hoopt dichter bij elkaar te groeien en dat zal resulteren in de eerste wedstrijd tegen Den Haag. Waarin je moet laten zien waar je staat. Hoe kijk je zelf tot nu toe terug op jouw periode hier? Zolang zit je hier natuurlijk nog niet. Ja, het begin was natuurlijk altijd moeilijk. Je kent de spelers nog niet. Dus. Maar ik denk naarmate dat seizoen vorderde dat het beter en beter ging. En ja, ik denk dat het nu wel goed loopt. Wat moet beter nog? Verdedigende taken. We nemen nog te veel goals, denk ik. Dus daar moeten we als team aan werken nog om minder goals tegen te krijgen. Want scoren doen we altijd.